Dit is het DRTV nieuws van dinsdag 26 juni met vandaag. Midzomer kunstfeest in Batme. En ondernemersbeurs in Lettelen. Cultuurhuis brak hekken afgelopen zondag. Slecht weer buiten, binnen des te aangenamer. Want het cultuurhuis stond afgelopen weekend in het teken van de start van het Batmense midzomerkunstfeest. In Braakhekken waren onder meer diverse optredens, zoals dit van Leon Kouw, gitaarleerlingen Thijs Wagenvoort en Daan Bolwerk. Gedurende het weekend waren er ook openluchtoptredens gepland, maar die waren vanwege het slechte weer afgelast. Ja, de openlucht is nu heel erg waterig. Op vele plaatsen in Batmen waren festiviteiten gepland op balkons. Dus allemaal een beetje richting naar boven toe. En dat is zang, muziek, voordracht en al dat soort dingen. En een prachtige slotmanifestatie was voorbereid. Ook buiten, aan de grens van het dorp. Maar helaas hebben we dat moeten afgelasten. We hopen overigens dat we dat later nog een keer weer kunnen plannen. Omdat eigenlijk het midzomerkunstfeest zal duren tot de kunstmarkt in september. Hoe dan ook, ook al gooide het slechte weer wat roet in het eten, voor de kunstliefhebbers was er toch van alles te beleven. Zo waren er niet alleen in Braakhekken diverse optredens, ook in de kerk. Zoals dat van het Just Because Barbershop Koor. Deborah van Vliet, Nel Nikazi, Beppie Koeslag en Henny Scholten zongen barbershopmuziek en Nederlandse liederen. Talentvol zijn ook Femke Bruggeman, Karen Stok, Noor Eddes en Hella de Ridder. Deze vier meiden komen uit Batmen, Deventer en Kolmschaten en zingen in het Nationaal Jeugdkoor. Zondag zongen ze werken van Herman Strategier, Willem Kersters en Waldemar Alen. Het Midzomerkunstfeest is een tweejaarlijks evenement. Een aantal jaren geleden is ervoor gekozen om bij ieder kunstfeest als thema één van de vier elementen te gebruiken. De elementen water, vuur en aarde kwamen al aan bod. Dit jaar gaat het om het laatste element, het thema lucht. Maar hoe nu verder? Als het goed is, is er over 2 jaar weer een midzomerkunstfeest. Maar hoe dat ingevuld moet gaan worden, dat moet nog worden bekeken. We moeten dus naar deze vier elementen kijken hoe er in de toekomst hiermee door wordt gegaan. Niet ieder jaar, want dan, dat is te zwaar. Want het is echt een organisatie waar we nou al 1,5 jaar geleden mee zijn begonnen. Om dus de grote lijnen vast te stellen. En dan begint het invullen daarvan. Ja. Maar het is erg leuk om te doen hoor. Ja. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om een plan te maken voor de verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers bij de oversteekplaatsen naar het ziekenhuis. Dit naar aanleiding van een op 20 juni ingediende motie door D66 en Deventer Belang. Bij de oversteekplaatsen blijken er regelmatig ongevallen met letsel plaats te vinden, waarbij met name fietsers betrokken zijn. Volgens de gemeenteraad moet het gebruik van fietsen in de stad worden bevorderd, dienen fietsers en voetgangers te beschikken over veilige routes en heeft de Bolkesteinlaan wel een goed fietspad, maar zijn er bij de rotonden wel wat aanpassingen nodig. In sporthal De Spil in Lettelen was het zondag tijd voor een feestje, of zeg maar feest, want de ondernemersvereniging bestaat 15 jaar. En dat was reden om de sport al ervoor op zijn kop te zetten.
22 Lettelse ondernemers presenteren zich tijdens dit feestelijke evenement dat, omdat de opkomst zo groot was, gerust een dorpsfeest genoemd kon worden. Deze 15e beurs was niet specifiek op een thema gericht. Voor jong en oud, man en vrouw. Voor iedereen was er wat te vinden. Ja, de verscheidenheid bij de Lettelse ondernemers is heel erg groot. We hebben de schoonheidssalon die staat hier, kapster. Maar ook landbouwmechanisatiebedrijven en loonbedrijven. Ja, je kan het zo gek niet noemen. Alles is aanwezig. Ook in een klein dorp als Lettelen. Er zijn een verscheidenheid aan bedrijven. Het 15-jarig bestaan van de ondernemersvereniging wouden we niet maar zo voorbij laten gaan. En dit is toch wel een unieke mogelijkheid voor de Lettelse ondernemers, wat ik al eerder zei, een soort van dankjewel richting de mensen in het dorp. En blijkbaar wordt het erg gewaardeerd gezien de drukte van vanmiddag. Het hoge aantal bezoekers was een verrassing voor de organisatie van de ondernemersbeurs. Voor de ondernemers was het ook een geslaagde dag, want naast zichzelf presenteren kon men ook kennis maken met andere ondernemers en van elkaar leren. We hadden gehoopt op 500 mensen. Nou, dat hebben we ruimschoots overschreden. Ik verwacht tussen de 700 en 1000 mensen die vanmiddag hier zijn geweest. Nou ja, dat is voor het dorp als Lettelen fantastisch. Ondanks dat Lettelen natuurlijk een klein dorp is waar iedereen elkaar kent, is het toch wel eens verrassend om te zien wat jouw collega's, ondernemers, doen. En wat ze kunnen. Dat is soms toch wel verrassend. Nou, dat is dit een unieke mogelijkheid voor om dat hier tentoon te stellen. De ondernemersvereniging bestaat inmiddels uit 39 leden en uit een heel divers aantal branches. Zowel kleine als grote bedrijven maken deel uit van de ondernemersvereniging. Maar komen de bedrijven uit dit kleine dorpje nog wel mee met de huidige tijd van social media? Nou ja, de vereniging staat als een huis. Er is een goed concept bedacht, de collega bestuurders voorheen. En daar willen we ook zeker aan vasthouden. Uiteraard moeten we ook wel kijken naar de nieuwe ontwikkelingen. Daar ga ik mezelf persoonlijk ga ik me er hard voor maken. Is bijvoorbeeld het Twitter-verhaal, het Facebook-verhaal. Wat kan je als ondernemer op dat gebied? Ik moet eerlijk zeggen dat ik er zelf ook helemaal nog niet in thuis ben. Maar ik wil me er toch in gaan verdiepen. Wat social media kan brengen voor een bedrijfje, ook een bedrijfje uit Lettelen kan brengen. Dus, Op naar de volgende 15 jaar? Ja, daar gaan we wel een beetje vanuit. We proberen allemaal ons hoofd boven water te houden. En we moeten allemaal de bakker en de slager betalen. Ik geloof niet dat een Bill Gates hier ooit geboren gaat worden of opstaat hier in Lettelen. Maar dat hoeft ook niet. Als we met elkaar het gewoon eindjes aan elkaar kunnen blijven knopen, dan denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. Maar ook wij in het buitengebied, wij moeten mee in de nieuwe wereld, in de nieuwe tijd van computers, websites, whatever, social media. Daar zullen we in mee moeten en daar gaan we ons hard voor maken. Heeft u tips, foto's of video's? Laat het ons weten en stuur een mail naar redactie@deventer.nl.